Wens ik jullie alvast nog een hele fijne dag. Goedemorgen. Twee koffie en een appeltaart. Eén appeltaartje, twee appeltaart. En dan met de zonneslag in. Wanda, hoe is het? Goed, ja. Ja, leuk dat je er bent. Welkom. Ja, ja, dat kwam eigenlijk spontaan in me op, omdat ik zag dat jullie vacature hadden. Nou zijn er heel veel horecavacatures. Ja. Maar bij jullie wordt het geformuleerd als gastheer en gastvrouw. En ja. In mijn gedachte was er altijd maar, is er maar één gastheer of gastvrouw? Dus degene, de hoofdbediening, zeg maar. Ja, nou, dat klopt niet helemaal. Nee. Een gastheer, gastvrouw, dat is eigenlijk een zelfstandig medewerker bediening. En het heet gastheer of gastvrouw, omdat je de mensen gastvrijheid moet bieden. Dat moet echt in je DNA zitten. Ja. Het liefst zoeken we ook iemand met die opleiding. Dus een zelfstandig werkend gastheer of gastvrouw. Maar jij bent de bedrijfsleider weer, toch? Klopt. Nog steeds. Ja. Hè? Ja. Maar ben je dan ook wel hoofdgastvrouw of moet ik dat zo niet? Nee, gewoon de bedrijfsleider. Ja, maar jij loopt altijd mee. Ik zie jou toch altijd in de bediening volop meedraaien. Ja, de rest doe ik er een beetje naast, maar het meewerken vind ik wel heel erg leuk. Ja. Dat is ook een beetje natuurlijk voor degene die we zoeken. Diegene moet het echt leuk vinden om bij ons te werken binnen het team. Van gastheer en gastvrouw. Iedereen die bij ons werkt zijn eigenlijk een zelfstandig werkend gastheer en gastvrouw. We hebben 5 vasten in het team en we zoeken nog een zesde teamgenoot. Oké. Okay. Ja. En een man, vrouw maakt niet zoveel uit? Of? Ja, het liefst eigenlijk een vrouw. We hebben al heel veel mannen. Oh ja. Het zijn allemaal harde werkers. Maar ja, vrouw is wel heel erg leuk natuurlijk. Ja, ja. Ik zie er nu zo 3-in-1 bewegingen. En het is nog maar 11 uur 's ochtends. Dus dat is relatief rustig dan. Klopt. Nog. Maar bij jullie is het eigenlijk altijd wel... Bedrijvigheid. 'S Ochtends vroeg beginnen we eigenlijk met koffie en gebak. Dan starten we met de lunch. Dan gaan de mensen lekker borrelen. En aansluitend het diner. Wat ook wel handig is om te zeggen is dat we voor horecabegrippen wel fijne werktijden hebben. Oh ja. Dus we zijn niet al te laat dicht. En hoe laat zijn jullie eigenlijk dicht s'avonds? In het weekend 10 uur, vrijdag zaterdag om 10 uur. Het hoogseizoen ook om 10 uur. En door de week in de wintertijd, zeg maar, in het naseizoen om 9 uur. Ja, ik ga een beetje kijken wat de anderen doen. En dan en werk ze vandaag. Dankjewel. Tot laat moet je? Sluit. Kijk, dat is de hele volle dag. Ja. Nou, succes. Dank je. Lang werk jij er al, Sebastian? Nu 2,5 jaar. Oké. Okay. Naar je zin? Heel erg. Uiteraard. Ja, zeker. Ja, echt heel erg naar mijn zin. Ja. Gewoon een superleuk team. Heel jong team ook. Hoe oud ben jij? Ik ben 26. Dus, en altijd al een horecaman geweest? Of? Ja, ik heb hiervoor altijd bij Zenk gewerkt. Oké. Okay. En daarvoor altijd bij mijn tante nieuws in Zeeland. Oké. Okay. Ja, superleuk. Ja, nou mooi. Dus ook de horecaopleiding gedaan, afgerond. Oké. Okay. Ja, eigenlijk nooit meer uitgegaan. Dus jij bent mijn rechter gastheer hier zo? Eigenlijk wel. Ja, een beetje wel. Ja, ja. Ja, en dan eentje. Om te delen, doe ik er een extra bestekje bij. Ja, anders wordt het zo op de voet van morgen. Hoe lang werk jij hier al? Ik werk hier nu al 2 jaar. Oké, heb je het naar je zin? Zeker, joh. Ja? Ja, helemaal blij. Werk je fulltime? Nee, alleen de weekenden. Oké. Dus vandaag ook. Zo hard werken, maar heel gezellig. Ja? Ja. Is dit van die hoofdwerker? Ja. Okay. Ja. En de sleutel zal ik hem zelf kunnen houden? Zal ik hem zelf kunnen houden? Waar is die? Ja. Dat is goed. Ja. Dat is goed. Ja. Dat is goed. Lekker nog beter? Is lekker? Lekker hoor. Nou, heel goed. Uitsmijt het je altijd goed. Hopsakee. En jij ook nog eens beginnen nu? Ik. Jij hebt de meest luxe dienst. Een uur of 12 beginnen? Rusten, koffie. Ja, heel goed. Ja, precies. Maar je werkt wel tot het eind van de dag? Ja, zeker. Ja. Tot het einde. Ja. Sinds wanneer werk jij hier? 2008. Oh, dat is ook echt al 12 jaar gewoon. Ja.
Ja. Dat is flinke tijd. Maar dat betekent ook dat je het hier naar je zin hebt. Ja, sowieso. Ja, ja zeker. Nou, heel goed. Dus geen reden om het te ontdekken. Nee, heel goed. Ja. Hoi, Bentje. Dankjewel. Oh, dit is het zonnetje. Dat 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 is het zonnetje